soldaten, dit is Mid-Icon Petr Čech, de doelman met helm. Vandaag ga ik hem halen en speel ik hem in de spits. 137k is mijn coin-aantal momenteel. Redelijk wat. Alleen ik vrees dat het nog net niet genoeg is om die hele Czech SBC mee te kunnen doen. Dus waar kan ik nu meer coins uithalen? Inderdaad, het openen van de Weekend League Rewards en nog een paar andere verdwaalde packs die hierbij staan. Als ik klik, krijg ik de Player Picks, jazeker. Dat is 3 keer 1 uit 5. Natuurlijk weer rang 2 gehaald. De rang die ik in principe iedere week gewoon haal. Misschien nog een keer hoger dan dat, wie weet. Alleen qua Player Picks zou daar toch geen verschil in zitten. Ja, het Team of the Week is drama. Maar ik ga toch mijn hand voor de ogen doen in de hoop dat ik met R2 één keer op Mbappé uitkom. Dat is min of meer de enige goede kaart in het Team of the Week. Speler 1 is Kylian Mbappé. P. Speler 2 kan MLP zijn, maar het is, zijn voornaam is Fashion, zo. Kaart 3 is ook slecht, 4 is drama, 5 is niks. We gaan kiezen Evans. Dan sla ik deze nog heel even over om verder te gaan met de laatste player pick voor misschien een beetje extra geluk. Speler 1 is weer Sakala. Trimmel, oh, Sar is nog redelijk. Dan krijgen we Banku en Lot. Ja, we gaan voor de rappe Senegalees. Die scoorde tegen Manchester United afgelopen weekend. Nou, zijn stats zijn best wel goed, hè. Alleen hij heeft maar één been. De laatste player pick. Bardi krijgen we. We hebben hier opnieuw Trimmel. Sakala, waar ik niet aan kan ontsnappen. Lot en Banku. Ik ga voor Bardi, want die is het hoogst rated. Eigenlijk iedere week vallen deze player picks dan toch tegen. Ik ga gewoon meteen erachteraan de premium Team of the Week pack doen. Laatste kans voor Mbappé. Het zijn wel hoge flares. Dit is geen Frankrijk. Szoboszlai. Oh, nou ja. Als ze hem nou die featured Team of the Week hadden gegeven, hadden we een geweldige kaart. Ik dacht dat hij een beetje een rare shooting stat had. Ja, 66 positioning, drama, maar wel 88 shot power. Ik kan wel doen alsof ik hem ga gebruiken, maar dat gaat waarschijnlijk niet gebeuren. Nu dan, de mega pack en de 100k pack nog. 84 Fernando, verder niet al te spectaculair, maar wel weer handig. Niet alleen voor Czech, maar ik ga dadelijk ook een andere SBC doen. Een leuke speler, maar daarover zometeen meer. Eerst even kijken wat ik hier kan discarden. Dan nu, de 100k pack, waar een walkout is, het hoge vlammen zijn. Maar ja, Spanje kan eigenlijk nooit iets heel vet. Santiago, 86 rated. En de resterende packs waren allemaal niks. Ik heb weer Czech. Maar eerst tik ik met mijn controller naar rechts. Simon Banza, de Fransman. Hij heeft even nu al een speciaal plekje in mijn hart weten te veroveren. Want, zoals je weet of niet, plaats ik bij iedere SBC en ook Objective een post op Instagram. @WallyArmy, mijn FIFA-account. Waarin ik even die SBC of Objective ja, bespreek. Een beetje een review kun je het noemen. Ik had Banza dus ook zo'n post gegeven. Want ja, hij is nou eenmaal een SBC. En deze man reageerde gewoon op mijn post. Met 3 van die, ja, spierballen emojis. Dus echt deze, ja, soldaat. Want dat mogen we dan toch wel echt stellen nu. Gaat in het team komen. Hij gaat de tweede spits worden naast Czech. En als je wilt weten trouwens waarom ik Czech in de spits ga zetten. Terwijl ik ondertussen Banza zijn teams even inlever. Is omdat ik op Reddit een keer een post zag van iemand die 2000 goals had gemaakt met Czech. Dan denk je 2000. Ja, dat is serieus zo. Je kunt het opzoeken. En ik zag een paar van die doelpunten voorbij komen. En het zette me aan het denken van hoe moeilijk. Oh, Werner. Kan het nou zijn om daadwerkelijk, nou, laten we zeggen, 1 doelpunt te maken met de 1,96 meter lange doelman? We gaan het proberen. Ik moet hier even Dinje ophalen. Daar is hij, de linksback van Everton. Ja, weet je, een 83 reden team en een 84 reden team. Voor oprecht een hele goede spits. Die, ja, niet extreem makkelijk te linken is qua club, zeg maar. Hij speelt bij Famalicão, als ik dat zo op de juiste manier zeg. Maar kijk die pace, 88, ook nog een geweldig schot. En hij heeft een 4-ster-4-ster. Was eerst 2-ster-2-ster, maar heeft dus het dubbele aan sterren gekregen. Hooglaag, 1,89 meter. En supersterk. Ja, dribbel, daar moet even een engine op om dat te boosten. Pas is goed. 92 finishing, 94 positioning. Wonder boven wonder is het gelukt. Met nog 189 munten over, kon ik een Müller kopen. De laatste speler. En hiermee is Petr Čech voltooid. Mocht je jezelf afvragen of ik Čech puur haal voor deze video, zeker niet. Kijk, ik doe veel SBC's, maar ik had nog geen enkele Icon SBC gedaan. En dan is het een keeper, maar kijkende naar zijn stats, die zijn eigenlijk heel erg goed en de lengte is perfect. 1,96 meter. Dus ik dacht, van als ik hem nu haal, heb ik een keeper voor letterlijk de komende maanden. Net zoals dat ik een rechtsback heb voor de komende maanden. Cafu uit mijn Icon pack. En nog een tweede reden om deze beste man te halen, is die helm. Want
we hebben het hier altijd over soldaten. En ken jij een soldaat die zonder helm het strijdtoneel betreedt? Ik namelijk niet. Dus hij hoort eigenlijk wel in de Wally Army te staan. We gaan eens kijken of hij een goal kan maken in Rivals. En ik vrees van niet, maar hij heeft wel 79 trappen. Het kon lager. Linksbenig, dus alle ballen op die voet nemen. Daar staan ze. De twee spitsen van deze video. Linkerspits Petr Čech, rechterspits Simon Banza. Ik heb natuurlijk ook nog een andere keeper in het elftal staan. De daadwerkelijke keeper is Justin Bijlo. Ik ben gegaan voor zoveel mogelijk van die Squad Foundations kaarten. Dus dan kun je wel raden wie mijn rechtsback is. Inderdaad, Owusu van Willem II. Ja, ik kan die kaarten nog gaan bespreken, maar dat heb ik eigenlijk in de vorige video ook al gedaan. De centerback die dan hier de linkjes geeft is McIntosh. 50 potjes in totaal. Goeie centerback. Liet eigenlijk weinig steekjes vallen, dus alleen maar positieve woorden over deze beste man. De volgende centerback is geen centerback, maar een rechtsback, Cafu. Ja, sorry daarvoor dat ik letterlijk een back op centerback speel. De gedachten gaan weer even terug naar FIFA 21. Dit hoort niet, maar ik moest even de chemistry pakken, dus je moet het ermee doen. Cafu, geweldige speler. Inmiddels 112 keer gebruikt. Nog steeds blij mee. Pace is goed. Verdedigend lekker. De kracht heeft die stamina. Dus, wel dus een primeurtje. De eerste keer hem op centerback. Dus eens kijken of dat dan ook werkt. De linksback is een speler die zijn debuut gaat maken, namelijk Rafa Soares van Vitória. Uit de Liga Portugal. Ja, als je hem wilt halen, moet je 8 keer van buiten de 16 scoren. Maar dat kan letterlijk in één potje. Je kunt hem ook combineren met Bijlo. Dus stel je wilt makkelijke vodder, ga één potje in. Krijg je een 85 Bijlo en een 84 Rafa Soares. Ja, dit is niet een extreem zieke kaart. Maar wel gewoon goed. Beetje pace, agility balance, prima. En verdedigend, oké, met 89 stamina. Komen we uit bij de linker center mid. Dat is Veron. Weer een beetje saai. Hij komt vaak voor, ik weet het. Maar net zoals Cafu, even makkelijk voor de linkjes. Bijna 200 wedstrijden meegespeeld. Ik heb hem al heel vaak besproken. En je weet dus ook dat ik hem wel aardig vind, maar niet super. Vanwege zijn pace en de agility balance die allebei niet heel hoog zijn. Alleen in de duels is hij wel goed en wint hij bijna altijd. De rechter center mid is geen center mid, maar een cam. En eigenlijk is het ook geen cam, maar een spits. De Belg Openda van Vitesse. Die trouwens heel belangrijk was in mijn weekend league. Ik heb hem een paar keer erin gewerkt. Wisselt. Hij heeft 7 goals gemaakt. En trouwens, ik moet wel even deze heren omdraaien. Anders dan haal ik de chemistry niet. Dus die Openda is een lekker kaartje. Want zijn pace is super. Linken is moeilijk met hem. Maar dus als hij vanaf de bank een impact kan hebben, is hij toch gewoon waard. 97 versnelling. En hij gaat vandaag als buitenspeler spelen. In een 4-4-2. Dus eens kijken of hij dat dan ook een beetje kan. Hij heeft wel 90 lenigheid. Dus hij hoeft niet per se in de spits te staan. De rechtsmidden is de laatste eredivisie kaart David Neres. Redelijk veel coins voor uitgegeven, maar na die eerste weekendlik ben ik eigenlijk meer dan tevreden. Hij heeft best vaak gescoord en zijn finishing, die viel me positief op. Ik vond echt dat zijn schoten heel goed waren. De weak foot is 3-ster, alleen daarvan had ik ook niet zo heel veel last. Hij scoorde een paar keer gewoon met zijn verkeerde been, dus ziet er goed uit. 97 lenigheid. De laatste speler is een center mid op links midden en ook een speler die ik afgelopen middag pas heb vrijgespeeld. Het is een Colombiaan Uribe van FC Porto. Een van de 5 Squad Foundations kaarten die nu beschikbaar zijn in de Liga Portugal. Kijk hiernaar. Het is de Hullet Gang. Het is Goretzka, maar dan uit Zuid-Amerika. Hoog, hoog. 4-star weakfoot. Kost je heel even wat tijd, maar het valt reuze mee. Gewoon een paar potjes die je moet spelen. Nou, hij heeft pace. Hij kan schieten, passen, dribbelen. Verdedigend goed. 97 stamina. Wat geweldig is. Hij kan op center mid. Daar gaat hij ook spelen vandaag. CVM zou kunnen. Dus ja, heel blij mee. Hij kan bijna niet teleurstellen als ik dit zo zie. En daarmee is het team af. Hoeveel punten krijg ik voor de creativiteit vandaag? Allemaal Squad Foundations kaarten en 3 icons. Check. De belangrijkste. We gaan snel een potje in om te kijken of Čech kan scoren. Ik zou het echt heel vet vinden. Daar gaan we. Oké, hij heeft rode Vinicius. Zeker geen slecht team. Ben heel benieuwd. Als ik kan scoren, wat voor een type goal het dan zou zijn. Oh ja, en trouwens, in de vorige video vergat ik te benoemen dat ik de 15.000 abonnees heb gehaald. Heel erg trots op. Dus bij deze alsnog, vanuit de grond van mijn hart, dankjewel voor de support. Goed gezien. Wow, wat een paas. Nou, naar Čech, naar Čech. Lopje. Oh. Ja. Daar is hij al. Petr Čech. Na 11 minuten slaat hij toe. En hoe? Eerste kans wellicht voor mijn tegenstander. Haal weg. Oh nee toch. Kulusevski kopt hem erin. 1-1.
Oh god, Monza! Ja! Kijk je uit Portugal, is de vraag. Want dan wordt hij gek nu, de Fransman. Oprecht een prima goal. Beetje naar rechts, naar links. En dan laag hard binnen getrapt voor die 2-1. Oh nee, toch Milito en Bijlo niet. 2-2. Oeh, en dan gaat het nog spannend worden. Ik wil eigenlijk niet wisselen, aangezien ik bijna alleen maar nieuwe spelers heb. En ik hou wel van nieuwe spelers proberen. Die andere jongens komen wel weer in volgende video's. Kom op, moet erin. Banza! Ja! De laatste minuut. Oh, wat lekker dit. 2 goals van Banza en eentje van Tsjech zorgen voor deze 3-2 overwinning. Mijn avond, die kan zeker niet meer stuk. We hebben gewonnen in Rivals. Oh, wat goed dit. Come on. Vond je deze video leuk? Dan weet ik zeker dat je deze hier ook wat vindt. Want hierin speel ik Player of the Month Brouwers als spits. Dus klik hier. Dankjewel. En tot de volgende. Houdoe, hè.